ja, ik heb dat solo gebeuren. Mm-hmm. Zit ik dan toch tegen een soort plafond aan voor mezelf. Even van wat ik kan groeien, kan doen. Dan blijf ik een beetje binnen hetzelfde idioom hangen. En ik denk van als ik gewoon met zo'n band het liedje verder uit ga werken. Ja, dan kan ik ook dat liedje schrijven verder uitdiepen. Wat we bijvoorbeeld hadden met samenspelen, is dat hij een liedje de ene keer in een driekwartsmaat in kon zetten en de volgende keer in een vierkwartsmaat, zonder zelf het verschil te merken. Dus wat er dan gebeurt is dat de band die moet dan maar volgen en de ene keer ontaarde dat in iets ontzettend moois. En de volgende keer kon je precies hetzelfde liedje spelen en dan ontaarde het in echt iets heel erg onbeduidends. Dus daar hebben we op een gegeven moment wel aan gewerkt, zelfs helemaal in het begin al, om daar wat meer structuur in te krijgen. Van dat je eigenlijk altijd op een bepaald niveau een liedje krijgt. Het kan nog steeds per optreden verschillen en dat heeft gewoon alles mee te maken in welke gemoedstoestand hij zit of de rest van de band zit, dat kan ook natuurlijk. En het heeft ook te maken met de wisselwerking van het publiek en soms is het, soms spelen we dan voor het publiek wat heel erg de popkant wat we nu doen verwachten en aan de andere kant, op het andere moment spelen we in een bluesclub en dan kunnen we dat weer veel meer laten gaan en dan hoeven we ons er minder aan te houden en dat doen we dan ook niet. Ik vind het gewoon zo fijn om met die eigen nummers bezig te zijn. En dan, ja, dat komt nu eigenlijk vanuit dat hele chaotische in een strakke vorm. En ik ben wel benieuwd hoe dit in de toekomst verder gaat ontwikkelen.